De milieuinspecteurs van het BOG werken vanaf morgen tot en met 11 uur 's morgens. Hierna gaan zij een beraad op een geheime locatie. Dit besluit is vandaag tijdens een algemene ledenvergadering genomen. David Bakker, voorzitter van de Bond van Milieuinspecteurs, zegt dat er is gesproken met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en de vaste commissie van Volksgezondheid in het parlement. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Bakker benadrukt dat de 80 leden gedemotiveerd en zeer verhit zijn. We weten wat de situatie in het land is. Het BOG, Milieuinspectie, kan niet optimaal functioneren. De mannen die moeten gaan in het veld om bespuitingswerkzaamheden te doen, zijn al weken binnen. Het Centraal Laboratorium heeft momenten dat ze niet eens onderzoeken kunnen verrichten. Ja. Ik heb het gisteren ook in de vaste commissie gezegd, als de mensen aan het werk moeten komen, van 7 tot 3 om te zitten. Laat de mensen thuis, want dan bespaar je. Jullie willen toch als regering besparen. Maar dan hoef je geen stroom te betalen, hoef je geen water te betalen, hoef je geen telefoon te betalen. Laat de mensen thuis. En dan help je ook de mensen om minder benzine te gebruiken. Ja? Maar breng je de mensen op om van 7 tot 3 hier te komen zitten. Laat de mensen thuis dan. We hebben het zo snel als mogelijk willen we een plan van aanpak hebben. En we willen het zwart op wit op papier hebben, is één. En we hebben zelf gevraagd van, als het kan, dat de president en de vicepresident tekenen. Bakker hoopt dat de nodige stappen zo snel als mogelijk worden gezet. De bondsvoorzitter betreurt het dat de milieuinspecteurs niet worden gewaardeerd. Ik weet niet hoe belangrijk die overheid, die regering, die preventieve zorg inziet. Ja? Maar dus, daaraan ligt het. Vinden ze die preventieve gezondheidszorg wel belangrijk? Of wil men liever investeren in de curatieve gezondheidszorg? Het probleem is, men maakt zo te zien geen berekeningen wat die curatieve gezondheidszorg betekent. Hoeveel het lang kost, want men denkt alleen de zieke mensen behandelen en klaar is kies medicijnen kopen. Als de persoon 10 dagen ziek is, dat wil zeggen, 10 dagen is de persoon niet aan het werk gegaan. Dat wil zeggen, het bedrijf waar de persoon werkt, heeft voor die 10 dagen een arbeider betaald zonder productie. Ook dat moet men meenemen. Dan zullen we zien hoeveel die curatieve gezondheidszorg is. En als je dan kan voorkomen dat de mensen ziek worden, dat veel minder gaat kosten, dan zeg ik van, wat is het stel je als prioriteit? David Bakker, voorzitter van de Bond van Milieuinspecteurs van BOG. Deze werknemers gaan uit ontevredenheid vanaf morgen in actie.